Pietje Faber, een van de sprekers op de Eco Coach Joen. Je hebt helemaal tafel zitten, je hebt bij hem thuis uitkeerd praat, je hebt over naaie dingen praat. De ideeën van die, met name het challenge mooi, om is er wel aan het uitwerken. Je broer als patuur zijn eigenlijk al voor de muziek uit. Wat nou eigenlijk in de praktijk al wat gebeurt? Het testen met ballen, het testen met wanten, wie je hem altijd mee bezig. Hè? We winnen altijd in de weer hoe kun je een wand beter maken, hoe zit die beter, waarom doe je dat? He, want je moet elke keer de vraag stellen, waarom doe je wat? Je krijgt even een peteerke met Dirk van der Leest. En dan zei van, ik heb de tijd en mooi maken dat ik mijn techniek 100% verhoor ga. Van slaan naar keren. He, de Belgen zeggen ze bij keren, maar het is een keren. En dat is, Kaam doet de nap meer op een merkenkaam. Want toen ontdutsen je bepaalde technieken waar je eerst geen weet van hin. Die ging ik nooit mooi krijgen natuurlijk. De begon dus als Farinse, vierde zondag, achterin als vierde zondag. Daarna is naar het Farinerperk. Moesten ze werkelijk technisch wat verhoring? Ja, voorin wel. Voorin moest vol sneller wijzen. En er komt nog volle meer op het voetenwerk om. He, want een van de belangrijkste zaken in het hele keer zit, dat is het voetenwerk. Nou, en dat is gewoon elke keer als net recht achter de bal stierst, dan is het een taas in de tjuster. En daar kun je wel technieken voor ontwikkelen, maar dat moet je net de hoofd zijn. Dat moet gewoon een lijst redmiddel zijn eigenlijk. Ja, want dan wist dat de snelle Pietje die al uit het perk weer, dat die bal eigenlijk lang weer, want dan hier is alweer mooi zaken een opstelling die al zetten dat Johannes achterstier. En ze winnen hem altijd bezig, hè? Ja, dat die ik krijg. Maar mist dat nou? Dat is juist absoluut niet het veel bij waarom. En ik zit er misschien ook mijn hele oren eigen naar te zien als een oor. En, net dat ik net genieten kan, want ik vind dat er een heel soort keertjes bij die hebben prachtige techniek en goede slagen en goede houding. Maar dan ben ik een heel soort die steen helemaal verkeerd opstelt in het veld. Die komen dan elke keer, krijgt die 1 en 2 meter te let, werd ik van steeds van dat hij die ondervangen kan. Toch, als trainer op in te spelen en tactiek erop te stellen en dat soort zaken. In mijn beleving is het zo dat het volle individueler is. Men wordt eigenlijk alleen maar, of eigenlijk dat is misschien ook overdreven natuurlijk, maar men wordt volle meer voor de scoren op zich. En net voor het spul zoals het bedoeld is. Hè? Kaatsen, winnen en de verdediging. Ja. En dan als team, ik. Je dat heel vaak van na de partij met die alweer voort. Je bent echt als team. Als je maar afwint, ging je met dan een trainersveld nog. Je bent al bezig. Ja, we zijn bezig. En we analyseerden wedstrijden van mogelijke tegenstanders van diezelfde dag. Ja. Of eventueel van de oren dag. Iedereen is net gelijk elke dag. Nee. En dan droog ik had ik zoiets van, misschien had er wel op een kletterwest. Misschien heeft hij wel wat een griep onder de leden. Misschien is hij wel in supervorm. Dan mag we helemaal niet bij hem wezen. Misschien neemt er onbewust wat te volle perk wat we op inspelen kennen en dat soort zaken. En die gongen wel hier naar. En dat waren natuurlijk net al je opschreun, maar dat waren al je wel mooi om. Ja. Het huidige keer, door zelf net zo volle, heeft de klikker even, heeft er net mooi. Heeft draaien voor jou die bestuurd coach werd bij weer Pieter Vertuin. Door zelf nou niks meer. Ik doe helemaal niks. Ik ben toen gestopt. Ben ik naar Peri in België geweest. Heb ik een geweldige tijd gehad. Ik heimwee aan het keertje en dan ga ik heimwee naar België. Maar boeit me wel. Ik zeg dat het net boeit, dan lieg ik. Ik heb die Jeroen met Christen in de geweldige tijd. Daar zie ik er helemaal in. Daar ben ik er helemaal in op. Maar zodra het Aron is, doe ik wat oors. En dan is mijn interesse eigenlijk ook voort. En ik ken me direct net van maatje op de bank. Dat is mijn probleem, denk ik. Want ik verveel me dan. Ja. Wat vind je van zijn jong? Wat vind je het jammer? Ja, geweldig. Ik vind het, dit zijn de sessies die wij dan in volle liedse verband doen. Ja. Gewoon uitdenken van dingen, wat is er mogelijk? Neem het maar op. Alles is hierpen. Spelregels, veldafmetingen, samenstelling van ploegen, kleding, schoeisel, noem maar op. Alles is mogelijk, alles is bespreekbaar. En dan rollen het er vast en ze wat uit.